Ja, yeah, de finale. We hebben hem mooi weten te halen. 0-0, maakt niet uit. Feyenoord Rotterdam is het geluid waar je op stuit. Ja, de finale. Het doel is behaald. En nu gaan we niet falen. En zetten we ze het betaald. AS Roma met Mourinho. Die wordt emotioneel. Het wordt hem allemaal te veel. In zijn apenpakkie. Een arrogante kakker. Hey, hij is geen makker, maar een arme stakker. Ik laat hem nagels lakken bij de manicure shop. En ik geef hem een dikke chop. Ze stoont als de tering, joh. En daarvoor winnen wij de finale. We gaan het halen. We hebben Dessers. En die sprint iedereen eruit. Schiet hem wel eens raak. Sinistera tussen de palen zo vaak. Linsen kan koppen. En kan er zo 15 per seizoen inschoppen. Dus je moet ze niet onderschatten. Het zijn net ratten uit riolen. En ze gaan je pakken. Zeker weten, Rotterdam Feyenoord niet te nakken. Hey, zeker niet te pakken in de finale. En we gaan het jullie betaald zetten. En jullie gaan betalen. Het wordt een nulletje of drie misschien. Want jij gaat zien, Feyenoord 1. Feyenoord is de eerste. En zal het altijd blijven. Ze winnen de eerste Europa Cup 1 en nu de Conference League. Het is te ziek voor woorden. Het is niet uit te leggen. Nee, ik kan het haast niet zeggen hoe het moet. Maar het komt niet wel goed. En jammer dat ik geen kaartjes heb en niet kan. Want ik ben niet van plan om 6 treinen te pakken. En dan met vliegtuigen te komen in Tirana, Albanië. Maar ja, ik ben geen echte Feyenoord supporter blijkbaar. Maar dat is jammer, maar het zit in je hart, in je bloed. En is dat een goede hoed ook. Want Feyenoord Rotterdam pakt niemand mij af. Legioen, de 12e man. Ja, die maken een plan, de campagne af. Want ze zingen ze naar de titel. Sowieso, het is hand in hand de